planning was om vroeg op te gaan om mijn toetsen te gaan doen. Maar het is nu 10 uur. Ik ben door mijn wekker heen geslapen. Ik ga even douchen. Even aankleden. En dan gaan we weer beginnen. Welkom bij een nieuwe studievlog. Goed, ik ben klaar met douchen. Ik ben lekker helemaal opgefrist. Wat ook een tip is, als je gelijk gaat studeren, dat ben ik gisteren vergeten te doen. Tenminste vergeten te vertellen. Als je klaar bent voor het studeren en je wilt dus gaan leren, dingen oefenen. En dan raad ik je wel aan om gewoon normale kleding aan te doen. En geen chill kleding, want in chill kleding word je alleen maar hangerig, word je moeier. En ja, voor mij werkt dat gewoon sowieso niet. Ik heb het vaak genoeg gedaan en dan was je even 5 minuten bezig en dacht je, ja, dat wordt hem niet, ik doe het morgen wel. Omdat je gewoon heel hangerig, heel moede van wordt. Als je bent aangekleed, ziet het allereerst een stuk beter en een stuk fijner uit. En het werkt ook nog eens. Dus ja, ik heb vandaag dus lekker een blouseje, spijkerbroek en wel mijn sloffen. Ik ga natuurlijk niet met mijn schoenen in huis lopen. Wat ik nu eerst even ga doen, ik ga even mijn bed opmaken en die troep hier naast mijn bed opruimen. En als dat allemaal is gedaan, dan kunnen we gaan beginnen. Betreft het de planning en zo. Het uploaden moet ik nu nog wel gaan doen. Maar ik moet eerst die foto's nog om gaan zetten. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Mijn vader is trouwens ook de trap beneden aan het verven. Dus ik kan ook niet naar beneden, want die trap is nat. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Ik weet ook totaal niet hoe ik dit wil gaan doen, hoe ik dit van plan ben, hoe het kan. Ik heb geen flauw idee. Wat ik nu gewoon denk, wat het slimste is om te doen, is denk ik toch nog een keer een poging wagen. Kijken of die het pakt. Als die het niet pakt, dan moet ik ze om gaan zetten. Maar ik weet niet hoe ik die foto's om moet gaan zetten. Nee, weet je wat het ook is? Weet je, ze staan op mijn stick. Dus mochten ze morgen nog steeds niet, want morgen moet ik ze inleveren. Tenminste, ze moeten morgen ingeleverd zijn. Mochten ze morgen nog niet ingeleverd zijn, dan kan ik het gewoon uitleggen. En dan heb ik ze hier alsnog, dan kan ik ze dus nog eens mailen of zo als ik het niet wil. Ja, die hele schoolsite is toen ook gerefreshed en helemaal anders. En de helft was footsie en de andere helft dat... Ja, ik weet niet wat. Mijn halve map was dus leeg van alles wat ik al in had geleverd. Dus ik moest alles opnieuw in gaan leveren. Maar echt zo'n gedoe geweest. Maar ja, ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Ondertussen heb ik mijn kleine schoollaptopje, die heb ik in het verre begin gebruikt. Die heb ik nu dus ook weer gevonden. En dat vind ik eigenlijk wel ideaal voor school. Reset. Die zet ik nu dus helemaal terug bij fabriekinstelling, want die doet dus helemaal niks. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Die is nu bezig daarmee. En ja, een halve kamer overhoop gehaald omdat ik de oplaadkabel daarvan kwijt was. Ik vraag me niet hoe ik dat heb gedaan, maar ik was hem wel kwijt. Dus ja, in ieder geval, ik ben tot nu toe... Oh, ik heb de hele dag maar bezig geweest. En het is nu 2:05 en ik heb dus nog steeds geen pauze en niks gehad. Dus wat ik wel ga doen is ik ga kijken of er een mogelijkheid is of ik naar beneden kan. En dan ga ik eventjes wat koffie drinken, denk ik. Want ik ben best wel hangerig nog steeds. Dus dat is de planning voor nu. Ik ga even koffie drinken, eventjes een break. 15 minuten ongeveer. En dan ga ik kijken of ik dat burgerschap kan inleveren. Ik hoop dat dat werkt.
kunnen uploaden, die opdrachten. Ik weet gewoon niet wat er fout aan gaat of is. Of ik weet het gewoon niet, echt niet. Wel goed nieuws dat het laptopje is geüpdate helemaal. Dus die is helemaal weer ready om in naar school te gaan. Ik vind het toch iets fijner dan zo'n grote laptop. En ja. Ik kan gewoon verder niks doen vandaag. Ik heb een planning gedaan. Ik heb zorgplannen nog eventjes doorgenomen op de computer. Ja, toen was het een uurtje of 2, 3. En toen wilde ik natuurlijk die opdrachten doen. En dat kan niet. En nu is het. Ik weet niet eens hoe laat het is. En ik ben hartstikke moe. Kwart voor 4. En ik heb gewoon niks meer te doen. Ja, ik heb genoeg te doen, maar niet iets wat ik nu kan doen. Laat ik het zo zeggen. Dus, dit was de studievlog. Het was een beetje een rare, anderslopende video dan wat ik had gehoopt om op te kunnen nemen. Maar ja, het is zo gelopen. Ik hoop dat jullie het niet erg vonden. Doe deze video een beluidduimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe studievlog. Doeg! Ja, ik zet de aandacht.